300 meter aan tafels maandagochtend op het Stratum Zeind. Voor een bijzondere maaltijd. Het eerste grote katerontbijt van Lampergat. Tafels voor maximaal 1500 eters stonden er. Maar uiteindelijk kwam er slechts een handjevol carnavalsvierders maandagochtend naar het Stratum Zeind. Ik denk dat het even op gang moet komen. Het is natuurlijk pas de eerste keer. Hè? En het is niet het allerbeste weer wat je kan hebben. Maar... Waarom dit initiatief? We vinden het leuk om iets op maandag te gaan organiseren. Om die middag een beetje terug te krijgen hier. Ja, schort het daar nog aan? Nou, het is eigenlijk zo dat door die stropdassenkroeg het is heel veel naar zondag verplaatst. Ja, zondag is echt heel erg druk. En daarom hebben we gedacht, we gaan op maandag iets doen. En dit leek me een leuk initiatief om voor de echte doorzetters. Er zit ei op, een spek en een broodje. Ja, ik ken eigenlijk niet meer mensen. Er hoort ei nog iets bij, toch? Bij een anti-katerontbijt. Nou, waar onderweg naar de kroeg? Bier. Oh, ja. Oh ja, lekker. Wat is het ultieme recept tegen een kater 's ochtends? Gewoon doorgaan. Niet blijven liggen in bed, want dan komt het er nooit meer uit. Gewoon door blijven gaan. Gewoon gas erop? Gas erop, ja. En niet zo'n klein beetje ook niet. En het begint toch wel met een biertje weer, hè? Ja, een biertje of iets. In ieder geval waar alcohol in zit. Dat gaat altijd goed. En een broodje eieren en spek, is dat een goede toevoeging? Een goede vette bodem, pilsje er bovenop. Of net andersom, maakt niet uit. Komt allemaal in hetzelfde gat uit, dus ja, dat is goed. Hoe smaakt die? Goed. Is het nodig met een katertje van gisteren? Ja. Dit is nogal een maaltijd, hè? Ja, het is wel een beetje gevecht tegen de wind natuurlijk, maar we winnen, hè. Want het lukt ons en het smaakt goed. Oh, de eitjes een beetje in de pan? Ja, zeker. Nou nee, eigenlijk zo min mogelijk. De bedoeling is dat ze eruit gaan. Als ze klaar zijn. Is dit het ideale katerontbijt? Ja, volgens mij wel. Ik heb er 2 broodjes gegeten, ik voel me al een stuk beter. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, dat helpt ook wel. Zo, het is de combinatie, hè. Hebben jullie een kater? Nee, absoluut niet. Helemaal fris en nee, ik ook niet. Dus, ik ga. Niet laat gemaakt gisteravond. Oh, nee, we zijn vroeg begonnen, dus... Je hebt zwaar? Nee, ook niet. Hetzelfde verhaal dan. Rustig aangedaan gisteravond? Nee, zeker niet. Maar we zijn doorgewinterde carnavalvierders. Wij houden wel van een biertje. Als het maar doorgaat, komt alles goed. Hoewel de opkomst mager was, willen tientallen kroegen op Stratum Zeind volgend jaar opnieuw een katerontbijt organiseren.